guys, welkom op een nieuwe vlog! Oké, en omdat ik de vlog hier ga starten. Ja man, we gaan de vlog hier starten! Ik sta letterlijk in een backstage of zo. Een of andere studentenfarm in Antwerpen. Ik ben hier net binnengekomen, dat lijkt hier echt op een gesticht, je moet dat zien. Ik moet zo draaien op een campus, maar dat lijkt hier echt op een gesticht, man. Wow, yo. Celis is aan het draaien, ik ga het niet overpakken, man. Let's go! Wat vind je van mijn pak? Yo! Weet je hoe is het al hier geweest vanavond? Wat een katje aan! Maar ik zie hier al van het begin, ik ben echt Nokkie. Maar nee. Morgen is dat gerecht. Ja, ik ben aan het wachten op jouw set, man. Jouw set, man! Dat is het! Let's go! Hey Jason, hoe is het avond dan, maat? Ik zeg catch eigenlijk. Oké, de boys waren aan te filmen. Ik weet niet wat ze gaan doen. Doe even handje. Dit is altijd zo grappig. Ik zit hier zo. Daar is er iemand aan het dansen en aan het zingen. Check mijn sokken. Een half uurtje, heel de tijd kapot gespeeld. Let's go! Jasso, wat vond je ervan? Kapot doen, man! Let's go! Kapot, man! Let's go! Oh, daar zit ik, Sherry. Oké, boys, what's up? Op dit moment zijn we in Westmaal, de Missing Link. We gaan hier vanavond een nachtje link doen, man. De werken zijn hier nog altijd bezig, zoals je kunt zien. Het is zo'n neon party slash blacklight, dus ik moest zo wit aan doen. Ja, kijk, als ze dat vragen, dan doen we dat. Daar is het. We gaan ons amuseren, man. Let's get it. Boys, het is hier weer een audio testen, man. Met soundcheck. De zaal ziet er super nice uit. Met zaagbaasje, man. Met zaagbaasje. Yo, dit is misschien echt super hardcut, maar we moeten over iets praten. Dit zijn letterlijk de twee kanten van heel onzeker zijn, een grote prestatiedruk voelen en het gevoel hebben dat je constant wilt presteren en daar echt voor wilt gaan. Ook vanuit jezelf, dus ook prestatiedruk uit jezelf. Er zijn twee gevolgen. Proficiat. Iedereen zegt gewoon constant proficiat. Weet je waarom? Omdat je door een grote prestatiedruk heel veel presteert en heel veel bereikt. En mensen willen dan zeggen, hey, proficiat. Dat is de positieve kant van prestatiedruk. Je werkt hard en je bereikt dingen. En dan willen mensen dat je dat viert. Maar ik ga al een disclaimer geven. Ik heb zelf echt niet het gevoel alsof ik veel gekke dingen aan het bereiken ben. Terwijl ik dat wel aan het doen ben als ik er hard over nadenk. Maar ik heb dat gevoel niet. En dit is de andere kant van prestatiedruk. Deze zak is even groot als mijn bovenlichaam. Ja, ik heb gisteren iets gekocht. Dit is mijn hoofd. Ik heb gisteren dit gekocht. Dit is het Star Wars Republic Gunship. Ik wou dat vroeger kopen in de kleine versie. Maar ik had daar toen echt niet genoeg geld voor. Toen was ik letterlijk 8 of 10 jaar of zo. De tweede kant van prestatiedruk. Je hebt nooit genoeg.
is altijd meer werk. Er zijn altijd mensen dat beter hebben. Er zijn altijd mensen dat gewoon al verder staan. Moet constant presteren. Totdat je er zelf aan kapot gaat. En dat was ik de laatste week aan het doen. En de reden waarom dat ik dit heb gekocht. Ja, kijk, ik wil gewoon even terug naar de core. Ik wil even terug gewoon iets hebben waar ik aan kan werken. Zonder dat ik mijn gsm of zo in de buurt heb. Want ik ben mezelf echt kapot aan het maken. Als in, ik voel mezelf soms echt niet meer goed. Gewoon puur omdat ik gewoon niet altijd met me aan het vergelijken ben. Ik zit ook niet meer op school. Wat dus betekent, op school heb je je gsm niet constant vast. En het probleem is, ik zit altijd thuis, want ik ben fulltime DJ. Wat echt nice is, ik ben daar super dankbaar voor. Maar daardoor mijn gsm, ik heb echt 8 uur per dag gemiddeld of zo. Het is echt geschift. Ik ben mezelf constant aan het vergelijken en ik ben ongelukkig aan het worden. Denk aan jezelf. Zet jezelf soms echt eerst. Dat is heel belangrijk. Ik denk dat ik dat niet te laat heb gedaan. Maar ik wil dat nu wel echt doen. Wat niet gaat betekenen dat ik minder ga werken aan voltrek. Maar ik moet gewoon echt meer tijd voor mezelf pakken. Waardoor dat ik... Snap je, meer tijd voor mezelf denk ik dat beter werk ga leveren voor voltrek. Het zijn moeilijke tijden ook gewoon met dat het weer niet donkerder wordt. Ik denk dat iedereen wel zo'n winterdip heeft. Het probleem is ook, ik ben de hele tijd aan het denken van... Ik zou dat moeten doen in de toekomst. Ik moet dat morgen doen. Ik moet dat doen. Ik moet dat doen. Soms moet ik gewoon dat eens afzetten. En vorige week op een podcast heb ik gehoord van... Ja, kijk. Als je 1 voet in de toekomst hebt... En 1 voet in het verleden, joh, dan pist je op het heden. En dat is gewoon waar, man. Dat is gewoon echt gewoon facts. Ik was gewoon de hele tijd gewoon het verleden aan het verliezen in mijn brein. En gewoon niet aan het leven nu. Dus ik moet dat meer doen. Ik ga dat oefenen. Ik ga dat verstrijden. Ik ga echt hard gaan. Met deze wil ik de video eindigen. Ik ben volgende week terug, want we zijn hier elke zondag om 7 uur. Ik ga er staan. Ik ben hier. Ik show up elke keer. Big love, guys. Like en subscribe. Ik ben 5 december jarig. Ik zou graag 5000 volgers halen op Instagram, by the way. Big love, man. Ik hoop dat jullie hier iets aan hadden en dat jullie beseffen van, yo, ik doe echt mijn best. Als er nu iets minder content is, dat is gewoon een winterdip. Ik ga nu ook in de studio meer muziek maken. Dat wordt de focus voor de komende weken. En tot snel op een feestje of hier op dit kanaal. Ik hou echt van jullie.